Dijsselbloem. Gaat Nederland extra geld betalen aan de Europese Unie als Groot-Brittannië uit de EU stapt? Daar is echt nog geen zinnig woord over te zeggen. Dus ik heb kennis genomen van uitspraken van Kamerleden. Ook veel harde beloften en harde teksten. Misschien is het verstandig om nou eerst maar eens de onderhandelingen met de Britten af te wachten. Die moeten zelfs nog starten. En dan kijken wat de consequenties daarvan zijn voor de Europese begroting en voor Nederland. De politici die nu in aanloop naar de verkiezingen dit soort beloftes doen, ik zou u zeggen, wees op uw hoede.